Bij het Conservatorium Suriname is voor het eerst sinds hun oprichting in 2011 een afgestudeerde op de klassieke piano afgeleverd. Emmanuel Ramotaar werd gisteren de eerste bachelorstudent in klassieke piano en ook de eerste die zijn studie binnen de vastgestelde tijd van 4 jaar heeft voltooid. Marcel Balsemhoff, directeur van het Conservatorium Suriname, is er trots op dat het conservatorium ook dit soort muzieksoorten verzorgt en afgestudeerden kan afleveren. Emmanuel schrijft nog meer geschiedenis. Emmanuel is ook de eerste student van ons instituut die de opleiding ook in 4 jaren afrondt. Ja, man. Ik mag dus zeggen dat we trots zijn op jou. En we geven van deze kant uit ook onze hartelijke dank naar de hoofdvakdocent van Emmanuel. Dat is de heer Albert Arends. Albert, grand tangi. De prestaties van Emmanuel, die vanavond, waarvan u deelgenoot gaat zijn vanavond, die zijn het resultaat van zijn eigen harde inspanningen, de inspanningen van zijn hoofdvakdocent, van alle docenten die hebben bijgedragen in zijn vorming, en ook ons niet-onderwijzend personeel dat ook de faciliteiten heeft geboden dat hij zijn studie aan ons instituut kon doen. We zijn u allen zeer dankbaar. Zeer dankbaar. Ramotaar geeft aan dat het voor hem een eer is dat hij zijn afstudeerpresentatie voor dit publiek kan presenteren. Van elke stijlperiode binnen de klassieke muziek heeft hij stukken gepresenteerd. Wij brengen nu enkele fragmenten van zijn afstudeerpresentatie. Emmanuel Ramotaar kreeg hierbij de titel van Bachelor of Music met als hoofdvak piano klassiek. Hij is voornemens om zijn vervolgopleiding te doen in het buitenland. Het Conservatorium Suriname heeft met het afstuderen van Ramotaar in totaal 13 afgestudeerden afgeleverd.